weer loopt. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar hij lijkt er toch op. Niet alleen vanwege het rugnummer. En dan Djuricic. Djuricic. Snelle combinatie. Djuricic en via Simon weer Djuricic. Breuk is voorbij. En snel gegeven. Dat was voor de eerste keer dreigend. Filip Djuricic. Kapper oplost, draait zich er goed in en geeft door. En krijgt van de vrije trap mee. Dat is het voordeel wat Liesveld daar laat liggen. Niet zo slim van Liesveld, want hij had ook zicht op wat daar verder gebeurde. Breuer. Ongelukkig ingespeeld bij Djuricic. En het kan ook geen kwaad zolang Heerenveen hier voetbalt. Djuricic goed gelopen. Janmaat. En Djuricic. Van de linkerkant weg. Een dreiging heeft hij. Zoveel is wel duidelijk. Maar Breuer kan het herstellen. Struikelt over zijn eigen beweging en last van een slechte veld. Maar dat maakt het wel piekhaken lastig, Djuricic. De Heerenveen-fans zien dat hun ploeg het lastig heeft. Goed weggedraaid bij Looms. Djuricic, Looms en weer Djuricic. Met het gezicht naar het doel toe. Ah. Hier is niks aan de hand. Valt over Dost heen. Djuricic, Breuer. Dat is goed van Elm. Djuricic probeerde dan Papadopoulos los te brengen. Djuricic, snel gespeeld. Hij gaat dan neer. Het is dan iets wat er toch inschiet. Daar is Djuricic toch. En Van der Linde is sneller bij de bal. Hard zat. Weggehaald door Van der Linde. En dan is het buitenspel. Martens en Djuricic laat zich niet voor de wijs brengen. Krijgt hem hier keurig terug en probeert als die bol te bereiken. Dit is de beste aanval van Heerenveen. Maar het is uiteindelijk loods omdat die bal nog van richting wordt veranderd. Voordat hij erbij kan. Die kan redden. Martens gaat er fel in. Djuricic is er niet van onder de indruk. Voordeel zegt Liesveld. Absoluut geen buitenspel. En dan... Maar in tweede instantie kan hij worden opgevangen. En dan is de keus van Djuricic geen gelukkig. Djuricic, Jan Maat en weer Djuricic. Nou, met een beetje mazzel bij Djuricic. Slordig van Douglas. Breuer. Simon, Papadopoulos. Djuricic mocht verder. Van der Linde haalt weg. Berens. Paasje weer door op Djuricic. En uiteindelijk bij Piekhaken. Omdat het daarom nog steeds 0-0 is. Djuricic. Papadopoulos. Teruggetrokken heeft. Djuricic kan die bal wel meenemen, maar Martens blijft heel rustig. Djuricic krijgt het duw in de rug. Voordeel. Maar wat heb je eraan als dan vervolgens Berens er niet uitkomt? Hier toch weer Djuricic. Hoe lang houdt hij het vol? Net 18. Komt Elm, Simon. Djuricic, heel leeg.
Jan Maat. Simon, Djuricic mag verder. Djuricic. En het is bijna raak. Beste moment voor Heerenveen na rust. Misschien wel van de hele wedstrijd. En hij grijpt naar het hoofd. Jan Maat mag lang door. Dan komt hij bij Djuricic. Paargeven van Simon. En echt veel scheelt het niet. Het is mooi beheerst uitgehaald. Djuricic, mooi snel. Papadopoulos. Pirk Djuricic debuteerde in het eigen Abra Leenstra Stadion. Speelde natuurlijk.